Nu Talk Winterspelen wordt mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis, partner in sport van NOC-NSF en is een online programma van Ensamhout Media. Het is vandaag donderdag 13 februari. Weer heeft Nederland er een nieuwe Olympisch kampioen bij. Dit is Nu Talk Winterspelen, je Olympische update. We zijn nog niet eens op de helft van de Olympische Spelen en Nederland heeft nu al 10 medailles te pakken. 2 meer dan 4 jaar geleden in Vancouver. En in deze minuut ook gaan we natuurlijk ook praten over die fantastische 1000 meter gisteren. Maar we gaan ook vooruitblikken, want er komen heel veel Nederlanders in actie vandaag in Sochi. Ik ga erover praten met oud-Olympisch shorttracker Sees Juffermans en met Marco Koers. Hij is niet alleen Olympiër, maar ook mental coach. Met hem gaan we praten over wat er allemaal in die hoofden van de sporters omgaat. Maar eerst een overzichtje van vandaag. Er wordt veel aan shorttrack gedaan vandaag. Om 11 uur starten de vrouwen op de 500 meter. En om 1 uur is dan ook al die finale. Iets voor 11:30 starten dan de mannen met de voorrondes van de 1000 meter. Met daarin 3 Nederlanders. En een uur later komen zij alweer in actie op de 5000 meter aflossing. En dat is de halve finale. Tot slot, om 3 uur gaan de Nederlandse vrouwen los in de Adler Arena. Maar eerst natuurlijk gaan we het hebben over die 1000 meter van gisteren. En dat ga ik doen met Sees ten eerste. Welkom in de studio, Marco, welkom. Stefan Groothuis haalt goud. Had je dat verwacht? Nou, we hadden het natuurlijk allemaal gehoopt. Hè? We kennen allemaal het verhaal van Stefan. Hij is van ver gekomen. Het is natuurlijk wel fantastisch dat hij op dit moment in deze setting zo'n plak kan halen. Dat is echt fantastisch. Je gunt het niemand meer dan hem. Dat is echt fantastisch. En waarom gun je het hem zo? Nou goed, hij heeft al lang tegen aangezeten. Iedereen weet dat hij het kan. En hij wordt langzamerhand steeds wat ouder. En op een gegeven moment, ik dacht van na aanloop van deze speler, ik had niet verwacht dat hij nog zo kort op het podium zou zitten. Laat staan dat hij gouden plak zou halen. Maar goed, hij doet het. Waar we allemaal naar Shawnee Davis kijken, wint hij hem. Ging hij er met het goud vandoor. Ja, Marco, eerst een matige of zeg maar slechte 500 meter. Kort daarna gewoon goud winnen. Dat zegt wel iets over hem. Ja, er gaat natuurlijk heel wat om in je lijf als je zo'n slechte race rijdt. En dan alles aan de kant te zetten. Al die gedachten te stoppen en dan op je intuïtie durven vertrouwen. Ja, dat is fantastisch als dat lukt. Ja. Ook op Twitter werd die 1000 meter met spanning gevolgd. We gaan dan ook kijken naar de Twitterrace van Stefan Groothuis. Terwijl iedereen uitkeek naar de 1000 meter van Koen Verweij tegen topfavoriet Shawnee Davis, mocht eerst Stefan Groothuis laten zien waar hij van gemaakt was. In de 16e rit trad hij aan tegen de Duitser Nico Ihle. De start van Groothuis is niet bepaald flitsend en zijn tegenstander Ihle opent sneller. Maar in de tweede bocht maakt Groothuis snelheid en komt hij pas echt op gang. De laatste ronde van Groothuis is hard, maar in de laatste bocht blijkt hij ver voor te liggen op Ihle en zijn landgenoot Zwart, die op dat moment nog eerste staat. Met een dijk van een tijd is het dan wachten op de grootste concurrent Shawnee Davis. Zenuwslopend kijkt Groothuis toe, maar ziet dan dat niemand sneller kan. Groothuis is de snelste, Groothuis heeft het goud, Groothuis is Olympisch kampioen. Vandaag gaat ook het skeleton voor vrouwen van start in Sochi. Daar doen geen Nederlanders aan mee, maar we hebben wel iemand aan de Skype, op de Skype, die daar van alles van weet. Josca Le Conté, welkom. Dankjewel. Je bent niet gekwalificeerd voor Sochi. Zat je er dichtbij? Ik heb sowieso voldaan aan de internationale eis. Dus in principe was er een plekje voor mij vrij. Alleen het NOC-NSF die legt de lat wat hoger. Die zegt dat je een top 8 moet doen voordat ze je naar de Spelen sturen. En die top 8 heb ik niet gehaald. Vorig seizoen ben ik een keer 11e geworden. Dus dat is mijn beste resultaat. Dus het zit natuurlijk niet heel erg ver van die top 8 af. Skeleton, we kennen er niet heel veel van hier in Nederland. We weten er te weinig vanaf eigenlijk. Maar we hebben wat beelden van jou in actie. Ja, het is, iedereen denkt altijd dat het heel gevaarlijk is. Maar je ligt eigenlijk heel dicht op het ijs met je hoofd. Maar dat betekent ook dat je niet van heel hoog kan vallen. En als je bijvoorbeeld crasht met een bobslee, dan heb je 200 kilo bovenop je. Maar het gaat wel ontzettend hard natuurlijk. Ja, het loopt op tot richting de 140 halen we wel in Whistler. Je bent er nu niet bij, maar je gaat, neem ik aan, nog wel 4 jaar door? Dat is wel de bedoeling. Wat zijn voor jou de eerstkomende wedstrijden, belangrijke wedstrijden? Het seizoen is nu voorbij, dus het is pas volgend seizoen weer. En volgend jaar is het WK in Winterberg. En dat is voor mij altijd een goede baan geweest. Dus ik hoop daar volgend jaar een mooi resultaat neer te kunnen zetten. Nou, daar gaan we dan op wachten natuurlijk. Dank dat je ons heel even te woord wilde staan. En heel veel plezier vandaag bij het skeleton. Ja, dankjewel.
Wat gaat er allemaal om in de hoofden van die sporters in Sochi? Marco, ik ga het er met jou over hebben. Hoe gaat dat in zijn werk bij sporters? Ja, het is, je hebt al die verwachtingen die op je afkomen. Je wilt top presteren. Het is één keer in de 4 jaar. Dus het denkdeel in je hersenen draait overuren. Maar tegelijkertijd heb je ook een intuïtie, een onderbewust deel van je hersenen, waar al die tienduizenden trainingen die je hebt gedaan opgeslagen liggen. Is en dat de automatische piloot? Dat is de automatische piloot. En het is eigenlijk zaak voor sporters om dat denken uit te schakelen. En juist volop te vertrouwen op dat intuïtieve deel van je hersenen. Ja. Ja, wie van de schaatsers is daar nou bijzonder sterk in? Nou, mensen die de meeste ervaring hebben, zou je zeggen dat ze al die gedachten moeten kunnen beheersen. Sven Kramer, Mark Tuitert. Iedereen wist. Iedereen wist, absoluut. Maar die is daar van nature al heel erg ontspannen in. Het gaat erom dat je al die gedachten die in je hoofd hebt weet uit te bannen of je hoofd leeg te houden om op je intuïtie te vertrouwen. En iemand als Shawnee Davis die zijn titel niet heeft weten te verdedigen, maar hij kwam hier wel voor een derde goud. Ja, absoluut. Als je kijkt naar Shawnee Davis, hoe hij voor de start staat, die staat soms te gapen. Dat is volgens mij echt iemand waar dan niks in zijn hoofd omgaat. En die alleen maar puur vertrouwt op al dat goede in de trainingen die hij jaren van tevoren heeft gedaan. En dan is je hoofd leeg en dan kun je helemaal losgaan. Ja. Ben je er nou mee geboren of is het goed aan te leren? Het is absoluut aan te leren. Je traint eigenlijk de dirigent van je mentale podium op je hoofd. De dirigent van je mentale podium? De dirigent die de gedachten erbuiten houdt of negatieve gedachten weet om te bouwen. Dat is te trainen, onder andere door mindfulness training. Absoluut wetenschappelijk bewezen dat het daarmee je hersenen kunt beïnvloeden. Ja. Klinkt dat bekend, Sees? Nou, ik herken wel wat hij zegt. En zeker op het moment dat je meerdere malen bepaalde dingen hebt meegemaakt, dan weet je gewoon makkelijk hoe je daarmee om moet gaan. En dan handel je daar ook makkelijker naar. En het scheelt natuurlijk wel als je gewoon meerdere races hebt gereden, als je langer meegaat, meer gezien hebt en meer geproefd en ervaren hebt, dan ga je er beter mee om. En zeker in moeilijke situaties. Ja. Marco, heb jij voor de sporters in Sochi die gieren van de zenuwen, heb je daar nog een snelle tip voor? Ja, je moet bijvoorbeeld een plaatje in je hoofd plaatsen waar je jezelf van bijvoorbeeld een goede training weet te onthouden. Je moet ook luisteren naar de stress die je in je lichaam voelt om daardoor weer rustig te worden. Negatieve emoties ombuigen, maar vooral proberen om nergens aan te denken. Dat is natuurlijk moeilijk op het heat of the moment, maar dat werkt wel het beste. Naar de signalen van je lichaam luisteren. Ja. Yeah. Stefan Groothuis heeft een aantal jaren geleden ook gezegd dat hij te kampen had met zware depressies. Hoe kan iemand dan toch zo goud halen? Ja, dat is een goede vraag. Het is allemaal het reguleren van emoties, het reguleren van gedachtes. En je zag hem in die 1500 meter de mist ingaan. En ik denk dat het op het allerlaatste moment gelukt is om al die gedachtes in je hoofd uit te schakelen en terug te gaan naar dat intuïtieve deel van je hersenen, dat onbewuste deel van je hersenen, waar al die bewegingen, al die trainingen liggen opgeslagen. Net op het juiste moment kwam hij tot de realisatie. Heeft hij die automatische piloot ingeschakeld? Absoluut. En dan stijg je boven jezelf uit, want je hersenen die beperken eigenlijk vooral je lichaam. En dat is hem gelukkig gelukt. Niet te veel nadenken dus. Sees, we gaan het zo meteen hebben over de mentale weerbaarheid van de shorttrackers. Maar eerst gaan we kijken wat er allemaal op social media is gebeurd. Na veel flauwe grappen over de Olympische vlam, nu eindelijk eentje die geen geslachtsdeel moet voorstellen. Waar ze überhaupt niet om geslachtsdelen kunnen lachen, is Libanon. De Libanese skiester Jackie Chamoun poseerde als naaktmodel en zorgde voor onrust in haar thuisland. Bobsleer Edwin van Kalker is inmiddels ook in Sochi gearriveerd en verkende gisteren te voet de bobbaan. Want met deze snelheden kun je als je leven je lief is niet voorzichtig genoeg zijn. Irene Wüst weet inmiddels ook wat haar te wachten staat. Vandaag treedt ze op de 1000 meter aan tegen de Amerikaanse Brittany Bowe. Al vielen er gisteren geen Russen in de prijzen bij het langlaufen, voor deze Russische fans was het één groot feest. Japan had met recht wat te vieren. Ayuma Himaro werd met zijn 15 jaar de jongste Olympiër ooit die een sneeuwmedaille won. Deze Canadese coach hield de Olympische gedachten hoog en bewees dat meedoen belangrijker is dan winnen. Of Shawnee Davis en Koen Verweij daar ook mee eens zijn, dat valt nog te betwijfelen. De Olympische prestatie van de dag blijft toch wel het goud voor Groothuis. En uit het ruimtestation ISS is duidelijk te zien, heel Sochi kleurt oranje. Vandaag komen ook de short trackers weer in actie. En Sees, ze hebben niet een hele fijne start gemaakt. Komt dat nog goed vandaag? Nou, dat denk ik wel, want short trackers zijn gewend kort achter elkaar te rijden. Een valpartij hebben gehad in kussens belanden.
Je hebt 20 minuten de tijd om je weer op te lappen en door te gaan. Nu hebben ze zelfs 2 dagen tussen gehad. Het liep allemaal niet zoals we hadden verwacht, maar het was zeker niet dat ze slecht waren. Dames hadden inderdaad finale plek kunnen halen. Vallen helaas met 9 ronden te gaan. Eigenlijk Shinky Knecht, die wordt derde in de halve finale waar die 2 had moeten worden. Maar het zit zo dicht op elkaar en die jongens en meiden hebben zoveel ervaring dat ze echt wel vandaag opnieuw kunnen pieken. En dat ze dat wel achter hun kunnen laten. Wie van de Nederlandse dames heeft de meeste kansen op medailles? Ja, dat is natuurlijk Jorien ter Mors. En of dat dan op de lange baan is of op de shorttrack, dat is de dame die het moet doen voor ons. Ja, ze heeft een heel druk schema, want ze doet ook nog lange baanschaatsen erbij. Kan ze dat aan? Nou, ik denk het wel. Doordat er al een Olympische kwalificatie shorttrack toernooi is geweest, is het shorttrack toernooi vrij licht. En dat bedoel ik niet qua deelnemers, qua niveau, maar wel qua aantal. Dus er is al een schifting gedaan. Dus er zijn minder voorrondes. En daarbij is het nog verspreid over een periode van 2 weken. Je moet dan echt denken aan aantallen wat ze normaal in 1 à 2 weekenden draait. Daar heeft ze nu 2 weken de tijd voor. Dus ik denk voor haar herstel dat het prima is. Ja, en de 1000 meter bij de mannen? Shinky Knecht in de herkansing? Nou ja, dat is wel de afstand die Shinky goed ligt. Hij heeft daar een plak gehaald op de wereldkampioenschappen vorig jaar. Hij heeft laten zien al, ondanks dat voor het groot publiek, die dachten van, hij haalt geen finale, maar hij zat er zo kort op. En ik verwacht op de 1000 meter zeker vuurwerk van hem. Maar ook van Niels Kerstelt, die kan ook een hele goede 1000 meter rijden. Ja. Stel, Nederland haalt geen medaille, niet die eerste Olympische medaille waar iedereen op zit te wachten. Zijn de Spelen dan mislukt? Ik wil niet zeggen dat ze mislukt zijn, want wat bondscoach Otter ook zegt, die zegt heel duidelijk van, ik wil mijn rijders finale waardig maken. En ze hebben eigenlijk nu al aangetoond dat ze finale waardig zijn. Op het moment dat je bij het shorttrack schaatsen in de finale zit, dan is de kans op een plak gewoon heel erg groot. Zeker op het 1000 meter of op een aflossing zitten maar 4 landen of 4 andere rijders in. Dus je hebt sowieso al 75% kans op een medaille. Mocht je dan net 4e worden, is het dan heel slecht? Dat denk ik niet. Ik zie liever dat ze wel een plak halen om dat extra zetje in de rug, de sport het extra zetje in de rug te geven. Ja. Nou, we gaan het met spanning afwachten vandaag. We gaan ook even contact leggen met Sochi. Voor nu.nl zit Charlie Bootsman in Sochi. Charlie, jij hebt Mark Tuitert gesproken. Wat vond hij van zijn 1000 meter? Nou, Johan, hij was echt totaal niet tevreden. Alle aandacht ging natuurlijk uiteindelijk naar Steven Groothuis. Maar Mark Tuitert stond tijdens het dweil nog eerste. En wij dachten, ja, misschien heeft hij wel hoop op een medaille. Maar dat bleek ijdel hoop, want hij werd uiteindelijk 10e. En hij baalde echt flink. Hij kwam naar beneden. Hij zegt, ik kwam hier voor een exceptionele race. En dit was eigenlijk niks. Ik heb technisch goed gereden, maar daar heb ik geen reet aan, zei hij letterlijk. Dus ja, die is zeker getergd voor de 1500 meter. Gelukkig heeft hij die nog, want hij was echt balen. Ik heb hier geen kloten aan, riep hij door de mixzone. Dus die heeft nog wat goed te maken. Ja, maar hoe kijkt hij dan tegen die 1500 meter aan? Dat is niet een hele fijn vooruitzicht. Nee, zeker niet. Nou ja, gelukkig heeft hij technisch goed gereden. Met een ronde extra is hij toch altijd wel sterker. En hij is natuurlijk Olympisch kampioen op de 1500 meter. Dus in dat opzicht heeft hij wel recht van spreken. Maar hij zal wel wat moeten verbeteren, ja. Want er is gewoon ontzettend veel concurrentie. Charlie, we begrijpen dat het 16 graden is in Sochi. Hoe is die omgeving daar? Ja, die omgeving is dan wat onwerkelijk natuurlijk. Er staan allerlei schaatsstadions, maar wij kunnen bijna in korte broek door het Olympisch Park lopen. Iedereen loopt met zonnebrillen op, vrouwen lopen in korte rokjes. Het is heel onwerkelijk voor de winterspelen, moet ik zeggen. Zeker omdat het in de schaatshal is het nog redelijk koud, maar als je dan naar buiten gaat, dan loop je bijna sauna in. Zelfs 's avonds kunnen we gewoon nog in een truitje lopen, hoeft de jas niet eens altijd aan. Dus, ja, dat zijn vreemde omstandigheden, maar het maakt het wel goed toe voor natuurlijk. Nou, zet hem op daar in Sochi en we zien je morgen weer terug. Naast het shorttrack staat natuurlijk ook de 1000 meter lange baanschaatsen voor vrouwen op het programma. Daar doen 4 Nederlanders aan mee. Cees, de 1000 meter is niet de specialiteit van Irene Wüst. Wat kan zij? Kan zij een medaille pakken hierop? Nou, volgens mij als Irene Wüst goed is, dan kan ze op elke afstand een plak halen. Dus ik denk ook op de 1000 eigenlijk. Als zij op de 1000 een medaille haalt, en op de 1500 en op de 5, zou dat mogelijk zijn misschien? Dat is misschien wel heel veel van het goede, maar ik heb wel gezien dat ze echt in vorm is. En de flow waarin ze nu zit, kan het zomaar. Marco, de kansen voor Margot Boer na zo'n fantastische 500 meter, ze is opgelucht. Wat zou zij kunnen nu op die 1000? Heel lastig om te zeggen. Haar benen zijn misschien moe, is ze er fysiek toe in staat. Ze zal zeker de euforie die ze nu heeft kunnen gebruiken. En dat zal misschien tot grote prestaties kunnen leveren. We hebben het gezien bij Michel Mulder. Ja, natuurlijk. En
dat is natuurlijk voor haar een unieke kans om dat nu een tweede plak te pakken. Ja. Cees, wat mogen wij verwachten van Marit Leenstra en Lotte Verbeek? Nou, die hebben ook bij het KKT al laten zien dat ze een waanzinnige 1000 meter kunnen rijden. Dat zijn echt meiden die misschien nog niet direct bij ons als eerste naar boven komen, maar die zeker voor de hoogste treden kunnen gaan. Dus ik ben wel heel benieuwd wat die ook gaan doen. Zeker ook omdat zij natuurlijk al gezien hebben wat Irene heeft gepresteerd en ook Margot Boer. Die doen het al zo goed. Ik denk dat zij wel enorme drijf hebben om die plak te pakken. Tot slot, wie kan de Nederlanders van het hoogste podium afhouden? Ja, dan vraag je me wat. Ik denk eigenlijk gewoon dat het Nederland daar gewoon weer bovenaan gaat. We gaan het niet weer een 1, 2, 3'tje krijgen. Dat wil ik niet zeggen, maar ik zie... het zou wel mooi zijn. Als je ziet hoe de dames het voorjaar, ja, zeg maar, naar de Spelen toe hebben gedaan, dan kunnen ze daar gewoon ook goud halen, denk ik. Ja, nou, we wachten het af. Heren, dank voor jullie komst naar de studio en heel veel plezier vandaag. Tot slot nog even het overzicht van vandaag. Om 11 uur starten de shorttrack vrouwen op de 500 meter en om 1 uur is die finale. Iets voor 11:30 de 1000 meter voor de mannen. En de mannen komen op de halve finale van de 5000 meter aflossing weer om 12:30 in actie. En we eindigen in de Adler Arena met de 1000 meter lange baan schaatsen voor vrouwen. Zij zullen in de laatste ritten van start gaan. Genoeg om te kijken dus. Dit was NuTalk Winterspelen voor vandaag. Morgenochtend om 6:30 zijn we er weer op nu.nl. En dan met twee heel bijzondere gasten. Twee Olympisch kampioenen, Jochem Uitdagen en zwemster Marleen Veldhuis. Kijken dus en tot morgen. NuTalk Winterspelen wordt mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis, partner in sport van NOC NSF en is een online programma van En Samhout Media.